Limerick, hier, zeg. Ja, ik zei net, weet je, van Limerickje uit Rotterdam gaat het eigenlijk over voetbal. Maar ze helemaal, ze dachten dat het een vals, dat het Feyenoord zou benadelen. Is helemaal niet zo. Oh. Nee. Is helemaal, het komt eigenlijk zelfs volgens mij uit de omgeving van Rotterdam. Nou, dat doen we ook. Dus, nou goed, maar ik had hem niet gezegd of er komt er weer een Limerick binnen om vooral mij erop te duiden dat het met Ajax dit seizoen helemaal niet goed gaat komen. Dus nou, die lees ik dan ook voor. Zo eerlijk ben ik dan ook wel weer. Ja. Nou, die zangvogel heb ik verteld, hè. Ja. De onderwaterwoning, die heb ik ook heb ik al voorbij laten komen. Die Amerikaanse golfers, daar moet ik er nog even over hebben. Als je daar geen zin hebt om met zo'n caddy, weet je wel, dat is iemand die spullen kan dragen, 18 holes te gaan lopen, dan heeft het Amerikaanse Cedar Mountain, die heeft een oplossing. Ja. De Sherwood Forest Golfbaan huurt dan namelijk elke dinsdag lama's, die de golfclubs van de golfer kunnen gaan dragen. Nou, dat is zo'n leuk initiatief. Nou, dan is er in Amerika weer iets aan de knikker. Een 24-jarige leraar is in Amerika veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 jaar. En een werkstraf. Dat lijkt me leuk in haar geval, als je hoort waar het om gaat. Omdat ze seks heeft gehad met een 16-jarige leerling. Wat voor een werkstraf heeft zij gekregen? Ja, ik weet het niet, maar ik wil meedoen. Maar mij niet, het gaat om een hele mooie dame. Ze heet Hope Ashley Jacoby. Ze komt uit Orange County. En die ging vorig jaar meerdere malen bij haar thuis in de auto van Bill met een leerling. Jij niet Bill, maar Van Bill. Nee, ja, Van Bill. Die was dus 16 en ze viel door de mand toen foto's van een vrijpartij op de telefoon van de jongen werden ontdekt. Oh, zo is dat zeg maar. Hij was druk aan het fotograferen ook. Ja, wij gingen ondertussen gewoon. Nee, liever is leuk hoor, zo van achter. Check. Dames en heren, de Limmerings! Paalhoela's en touwrokjes aan stijgerpalen wil Rotterdam verse mosselen naar de haven halen. Maar het is dus niet het mosseltekort waar het zeg maar in die stad aan schort, maar het winnen van titels, bekers en schalen. Dat is deel 1, hè? Deel 1. Ik kom deel 2. Ja. Die verzomerde die zegt, ik lees het alleen maar voor. Hij vindt het maar wat leuk hoor. Een Limerick over voetbal in Rotterdam. Feyenoord, ze bakken er dit seizoen ook weer niks van. Maar aan het eind van het seizoen zingen we allemaal helemaal niks in Amsterdam. We zullen zien. Ja. Wetenschappers in Laos, nou die zijn zeer opgewekt. Daar hebben ze namelijk een nieuwe zangvogel ontdekt. Poep aan de staart, vogel is kaal, blauw rond de ogen. Zeer bijzondere vondst, zeggen biologen. Volgens mij is Gerard Joling zijn vakantieadres uitgelekt. Amerikaanse en Franse ontwerpers die maken het wel heel bijzonder. Ontworpen een optrekje wat je noemt een godswonder. Het is een standje van high-tech. Het staat ook op een hele aparte plek. Je hebt er geen huisje aan zee, maar de vlag om. In het water. Wat voor vocht? Ben je als golfer de fairway aan het omspitten? Kun je dankzij je caddy met de juiste club hitten? Is je put echter te licht? Krijg je een klot op je gezicht? Dan denk je, een caddy? Laat maar zitten. Heel Amerika is compleet in de stress. Want een docent gaf haar leerling seksuele les. De straf van de rechter is gering. En hij denkt eigenlijk maar één ding. Jezus, had ik vroeger maar zo'n leraar. Had jij ook een leuke juf vroeger? Of zat jij in het mannenklooster? Ik weet dat granny seks wel weer in opkomst is, maar... Nee, niet heel... Nou, ik had wel een hele leuke Engelse lerares. Ja? Hele leuke Engelse lerares, hè? Volgens mij. Ja. We hadden ik zat op de LTS op een gegeven moment, met alleen mijn jongens hadden we een gymlerares. Nou, dat was lang. Ja, dat was lang natuurlijk, hè. Dus even... Juf, u zegt touwen klimmen. Ze was na Kennen twee weken... even voordoen? Na twee weken was ze weg. Ik kan hier gelijk. Ja. Oh! Hey! Is dit een Michael Jackson week? Deze nog maar, hè? Nee. Dus, dat ze dit willen gaan gebruiken in de Dimmerol campagne bieden.